Rotterdam moet weer geel kleuren. Een groep ondernemers. Jongens, een fijne rit. Ja. Ondernemers en wielerprominente koerst vandaag vanaf het stadhuis van Rotterdam naar Brussel. De Belgische hoofdstad die de start van de Tour de France dit jaar mag organiseren. Het is echt een social ride. Lekker kletsen met elkaar, de ambitie. Lekker met elkaar bespreken wat het doel is. S'avonds laat hebben we nog een leuk informeel wielercafé. Waar we het ook op een informele manier met elkaar gaan hebben. Waarom het nou zo belangrijk is dat de Tour naar Rotterdam komt. Dus de vorige keer dat hij hier in Rotterdam was, heeft dat natuurlijk enorm veel gebracht. Dus ja, daar zijn wij heel enthousiast over. En ja, laten we heel eerlijk zijn, het is natuurlijk heel trots als dat lukt. En straks dat plaatje weer in Rotterdam, zoals we dat herinneren van de vorige keer, was natuurlijk prachtig. Ja. Niet alleen Michael Zeilaert is een prominent die de fiets opstapt vandaag. Zijn vrouw Leontien is erbij. En deze Erik Breukink, de laatste Nederlander die in de Tour in het geel reed. Een leuk initiatief dus, om ervoor te zorgen dat we net als enkele jaren geleden kunnen genieten van de Tour in Rotterdam. En of het de Tour directie kan overtuigen, dat weet je maar nooit. Ja, het wordt eigenlijk een driedaagse richting Brussel om in ieder geval de organisatiedrift hier en het binnenhalen van de Grand Départ in hopelijk al 2023, om dat mogelijk te maken. De stad is er in ieder geval klaar voor en we hebben het al een keertje gedaan. Dus we hebben ook bewezen dat we het heel goed kunnen. Rotterdam, prachtige stad. Aan alle kanten zie je de fietsers voorbij komen, supermobiel op de fiets. Daarom past dit evenement ook heel mooi bij deze stad. De burgemeester van Rotterdam heeft er in ieder geval het volste vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat gewoon gaat gebeuren. Dat is ook eerlijk gezegd ook mijn verwachting. De vraag is welk jaar gaat dat worden. Dus ik hoop dat we morgen tijdens het eten van Rotterdam een stapje verder komen met misschien wel het bepalen van een datum. Als dat zo is, dan melden we dat natuurlijk graag. En weg zijn ze. Op naar Brussel, op naar de koers der koersen.